Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met mijn vader, broeder Hans Rekker. Welkom papa. We hebben samen vandaag de 9e les te bespreken. Zippora en het bloedverbond. Een les waarin verschillende aspecten terugkomen van het belang van het zorgvuldig uitleven van wat je waar je kennis over hebt over Gods wet en onze gehoorzaamheid daarin, tot bepaalde rituele reinigingsaspecten die terugkomen eigenlijk in de naam van de Zippora en ook symbool staan voor onze reiniging van zonde. Voordat we er dieper over ingaan, gaan we eerst in gebed zo. Eerst wil ik u ook nog wijzen op, alsjeblieft, als u er tijd voor wilt nemen, om het zendingsbericht voor Jamaica te lezen. Volgende week zal een speciale collecte zijn in uw lokale gemeente. En dat de Heer ook uw vrijgevig hart daarin mag zegenen. En mag in uw hart mag geven om vrijgevig te geven voor de noden daar. We gaan nu eerst in gebed. Ja. Lieve Hemelse Vader, dank u wel dat we deze les mogen bespreken over Zippora en de betekenis van ons van vandaag. Wilt ons met uw Heilige Geest leiden. Wees vooral met de mensen die kijken en die luisteren. Wil hun harten toch openen, dat ze zich verder willen overgeven toch aan uw waarheid. Dat we navolgers van u mogen worden en gered mogen worden door het bloed van Jezus. Amen. In Jezus' naam vragen we dit ook. Amen. Amen. Zippora en het bloedverbond. Op zich een bijzondere naam als je het zo leest. Ik vind het wel een mooie naam. Zippora, ja zeker. Ik vind het wel een mooie naam. Of een Z of een S, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik vind het wel een mooie naam. Het is een krachtige naam met mij. En toen ik de betekenis las, dacht ik. Krachtige naam met een lieflijke betekenis van klein vogel of vogeltje. Ja. En ze wordt hier gekoppeld aan het bloedverbond. Dat is niet een naam die we vinden eigenlijk in de Bijbel. Ik heb er nog naar gezocht. Ja. Maar wel, als we kijken naar het verhaal van hoe Abraham zijn verbond sluit met God in Genesis 15. Ja. Waarin verschillende dieren worden geslacht en worden uitgespreid, ja. Uitgespreid ook met lichaamsdelen. Dan zien we eigenlijk dat het verbond dat Abraham sluit met God een bloedverbond was. Want in die tijd was dat ook het hoogste, de hoogste belofte van dat je een verbond zou houden, was door dat met bloed te doen. Ja. Dus je hebt dat bij de Sinaï, nadat het verbond was met gesprenkeld Mozes met het volk. Ja. Ja, op diezelfde manier. Ja. Dus het bloedverbond waar het hier over gaat, staat ook aan op hoe Zippora haar man zo meteen zal noemen. Bloedbruidegom. Mm-hmm. Is dus het verbond met Abraham. En dat... En een van de verplichtingen die daarin terugkomen is de besnijdenis. Ja. We kunnen eigenlijk meteen naar de eerste vraag gaan. Mm-hmm. Want ja, wie was Zippora? Ja, Zippora was een dochter van Jethro, of Reuel, ja, op een andere naam. Hoeveelste dochter weet ik niet. Ik heb het echt gezocht of ze de eerste, tweede of derde was. Hij had meerdere dochters, maar ze was een dochter van Jethro. En ze woonde in Midian. Ja. Dus ze was een Midianietje. Dan weten we, de Midianieten, komen het volk Israël, kregen ze juist ruzie mee. Sterker nog, het loopt niet goed met de Midianieten af, maar Gideon. Hij vernietigt het hele volk zelfs. Maar dit is ver daarvoor. En we weten dus dat ze een afstammeling is van Abraham. Omdat Midian was de 4e zoon van Abraham, ja, en Ketura. Hij heeft nog 6 zonen gekregen bij Ketura in zijn 2e huwelijk toen Sara doodging. De andere kant van Zippora is dat ze niet zo blank was als de Joden. Mm-hmm. Nou waren de Joden overigens, omdat ze de hele dag buiten liepen, ook niet wit. Nee, zeker niet. Ja, want als jij en ik buiten komen, dan kleuren we ook. Maar zij was van nature, had ze wat donkere huid. Ja, en ook Sephardische Joden hebben ook vaak een kleurtje. Het zijn, ja, over het algemeen hebben Joden niet een donkere huid. Maar hier wordt ze inderdaad, we hebben het in de vorige les ook gezien, met het verhaal van Mirjam. Ja. Ze wordt die Cushitische vrouw genoemd. Ze was niet uit Cush, ze was niet uit Ethiopië. Nee, want dat zijn echt donkere. En ook zuster White schrijft ook in Bijbelcommentaar, bladzijde 55... Zippora was niet zwart, maar was waarschijnlijk iets donkerder dan de Hebreeën. Ja, precies. Dus ze werd eigenlijk gediscrimineerd hierdoor vanwege haar huidskleur. Ja. Kijk, en Mozes komt in aanraking met haar op zijn vlucht uit Egypte. Mm-hmm. En dan gaat hij aan de andere kant helemaal, want het is echt in het noordwesten van Arabië. Want daar zit Midian. Ver genoeg weg bij de Egyptenaren. Zo komen ze uiteindelijk bij elkaar. Precies. En we zien ook in de vorige les en hoe Mirjam reageert op het voorstel en dat ze Zippora de schuld geeft. Haar dan noemt die Cushitische vrouw. Mm-hmm. Dus die zou, tegenwoordig zouden die zeggen die zwarte of die donkere vrouw. Ja. Dus het wordt Ze wordt hier echt als een racistisch bejegend, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat is het tweede deel van de vraag ook. Hè? Dat gaat over discriminatie. Toen ik het las, dacht ik, oké, dus dat is echt van alle tijden dus. Hè? Ja. En dat is niet goed te praten. Dus het is echt dat we de neiging hebben om ons beter te voelen dan anderen om huidskleur. Ja, om anders eruit zien. Ja. Dat is natuurlijk het ding. Mensen die er anders uitzien dan de groep waarmee jij associeert. De kant, als je dan... je irriteert eraan, dan ga je dat tegen hen gebruiken. Ja. Dat geldt voor huidskleur, komt dat heel veel voor. Maar ook andere gelaatstrekken, zoals bijvoorbeeld hoe je ogen eruit zien. Mensen met Aziatische achtergrond worden vaak daarom gediscrimineerd. Ja. Of als je rood haar hebt en sproeten, is dat ook een reden voor sommige mensen om je dan te... En het meest voorkomend, wat natuurlijk nog steeds triest is, dat het nog steeds voorkomt, is natuurlijk mensen met een donkere of een zwarte huidskleur. Die nog steeds worden gediscrimineerd en racist bejegend. Het meest trieste wat je natuurlijk ook kan zien is bij voetbalwedstrijden dat mensen apengeluiden maken. Ja. Als je jezelf een christen noemt en dat doet... Maar het meest trieste is, het gebeurde ook door de oudere zus van Mozes, door Mirjam. Ja, dat is helemaal waar. Een eigen vraag die nog overblijft was Zippora gelovig in God? Ja, we zien dat het een stukje bij de inleidingen zegt, hè, dat staat echt... Ze was wel geen Israëlitische, maar ze aanbad de ware God. Ja. Dus dat is het mooie. Ze was een gelovige vrouw. Ze was de dochter van een priester. En ze was dus ook opgegroeid met alle rituelen wat erbij hoorden. Ze wist alles wat je wel deed en wat je niet moest doen. Gewoon een mooie gelovige vrouw. Ja, en de Bijbel zegt alleen priester in Midian. Dus dan zou je kunnen zeggen, oh, maar dat was misschien dan wel een priester voor een andere afgod of zo. Nee. Op zich zie je dezelfde woordgebruik ook bij Melchizedek. Mm-hmm. En aan de andere kant zien we ook in Exodus 18 dat Reuel, Jethro, offers brengt voor God. Ja. Als hij aankomt bij het volk. Precies. Ja. Dus hij was, met zekerheid kunnen we zeggen, dat hij een priester was van de ware God. Ja. En dat zijn dochter dus ook waarschijnlijk was opgevoed in dat geloof van de ware God. En waarschijnlijk is dat doorgebleven gekomen omdat de Midianieten afstammelingen waren van Abraham. Ja. En zo dat geloof is blijven komen. En we zullen in deze les zien dat ze daar misschien bepaalde dingen van hebben kwijtgeraakt. Ja. Ja. We gaan naar de tweede vraag. Mm-hmm. In Midian krijgt Mozes 2 zonen van Zippora. Ja. Gersom en Eliëzer. Ja, toen ik dat zag, dacht ik, weinig voor die tijd. Ja, ja klopt. Ben ik het eens. Ja, toch? Maar daar staat verder geen oordeel over. Misschien zat hij niet meer in, maar 2 zonen. Met de betekenis van Gersom is vreemdeling. Zijn oudste zoon. Ja, dat was ook zo. Want Mozes was een vreemdeling in Midian. Dan komt hij toch tot meer bezinning, zie je dat. Zijn tweede zoon komt, Eliëzer, die betekent echt God is mijn hulp. Hij beseft nu ineens zijn afhankelijkheid veel meer van God en zo wil hij zijn zoon ook noemen. Ja. Hij heeft het ook gezegd, God is mijn hulp, omdat ik ben weggevlucht van de farao's wraak, zegt hij specifiek. Ja. En Gersom is op zich ook een bijzondere naam, want het doet ook ons denken aan onze rol in deze wereld vandaag. Ja, ja. Nou, Paulus zegt bijvoorbeeld in Hebreeën 11 vers 13, hè, we zijn vreemdelingen. Hoe noemt hij het? Vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Ja. En dan verwijst hij naar Abraham. Ja. Want Abraham noemde zichzelf een vreemdeling en een bijwoner op aarde. Niet in het land Kanaan, maar zelfs op aarde. Het land wat God hem beloofd had, was hij een vreemdeling in zijn zelfs. En dat komt omdat hij zegt, deze aarde is zo vol zonde. Hier ben ik niet thuis, als ik God wil dienen. En dat is natuurlijk de boodschap die voor ons ook is. Hoe voel je je thuis op deze aarde die op zich mooi is, mooie plekken heeft. Maar uiteindelijk is het allemaal zonde, gebrek en ellende. In het Engels heb je het mooie woord sojourner. En dat betekent iemand die ronddwaalt, eigenlijk, of rondtrekt en ergens verblijft. Pelgrim is ook misschien een goed woord hierin. We zijn pelgrims, we zijn op weg naar het hemels Kanaan. Precies, dat merk je, zegt hij. We zijn pelgrims en vreemdelingen op deze aarde. Ja. Op zoek naar een beter land, ja, zelfs een hemelsland. Als de Heer zegt dat we ons moeten verplaatsen, moeten we gehoorzamen. Hoe onhandig en inconsequent zo'n bevel ons ook lijkt. Ja, en wat zo'n punt is ook natuurlijk voor ons is... veel mensen maken zich dan zorgen om de gevolgen. Ja. En als we één ding kunnen leren van deze les zo meteen ook... maar ook in ons dagelijks leven is... doe onze plicht die God ons geeft en laat de gevolgen aan hem over. Het niet gehoorzamen aan God heeft grotere gevolgen dan je eigen mening volgen. Ja. Gersom en, als we naar de derde vraag gaan, Gersom en Eliëzer kregen zelf ook zoon. Ja. En wat was hun rol uiteindelijk in het volk Israël. Ik vind het ook mooi, je ziet dus dat Mozes en Zippora hun kinderen gelovig hebben opgevoed. En hun kinderen krijgen ook rollen. De zoon van Gersom, was Zebuel. En Eliëzer had Rehapja. Nou, Zebuel was de leider over de schatkamers. En Rehapja, die zorgde voor alles met zijn kinderen wat de schatkamers, wat de gaven binnenkwamen. Dus beide waren een soort schatmeesters van alle gaven die bij God binnenkwamen. En dat is natuurlijk een hele vertrouwelijke baan die je moet hebben. Want als je, als je niet eerlijk bent, dan kan je niet met de gaven van God omgaan. Ja, en dat is ook misschien onze parallel die we met ons kunnen trekken is. Al het bezit dat ik heb, dat is, heb ik uiteindelijk als een... Je zou het kunnen zeggen als een lening, in bruiklijn. Ja, van de Heer gekregen. Want als je 1 Kronieken 29 vers 13 tot 14 leest... en hoe David bidt tot God, Heer... Wie ben ik en wat is mijn volk dat we dit allemaal mogen geven? Want het is allemaal van u en we geven het aan u uit uw hand. Ja. Het is aan ons, in het Engels heb je de trustfiguur. Dus dat, dan behoort het in jou toe, maar je hebt het onder je. Het wordt je toevertrouwd. Het wordt je toevertrouwd, ja. Om het, in het Nederlands heb je ook levering ten titel van beheer. Ja. En laat dus zien, we hebben het wel onder ons. We mogen het behandelen alsof het ons eigendom is. Maar op een bepaald moment moeten we er rekenschap voor afgeven. Wij zijn ook schatmeesters. En als we dat ontrouw doen, als we dus niet trouw omgaan met, ons vermogen, wat God aan ons heeft toevertrouwd, hoe kunnen we dan in de toekomst rentmeesters zijn over de eeuwige dingen? En hier in de opmerking wordt het ook aangegeven, en de tekst wordt aangehaald, is dat we zullen regeren met Jezus als koningen voor 1000 jaar. Dat staat natuurlijk, het koningschap is de rechtspraak. Ja. Het oordeel dat je velt over de mensen die niet zijn gered. Als je niet trouw bent in je eigen leven, in dit soort dingen, hoe kan je dan dat wel trouw doen? Precies. Nee, dat is de parallel die in het tweede deel van de vraag staat. Ja. Als het levens van andere mensen jou toevertrouwd wordt, is nog zwaarder dan geld. Ja. Ja. Hoe kunnen we dan daadwerkelijk recht spreken? Hoe kunnen we oordelen over iemand die zelf niet trouw is geweest in de tiende of in gaven, terwijl je het zelf ook niet bent geweest? Ja. Dus dan ga je uiteindelijk zelf daardoor ook verloren. Het is in dit leven dat we de kans krijgen om te laten zien dat we trouwe rentmeesters zijn over Gods schatten. En dat wij door Jezus' kracht een karakter kunnen maken wat in staat is om in de eeuwigheid bij God te zijn. Ja. Openbaring 20 gaat er echt over. Hè? Dat gaat over zullen zijn als priesters en koningen regeren 1000 jaar lang. En de opmerking zegt dat als Christus en zijn volgelingen oordelen over Satan en zijn boze engelen. Ja, dat gaat ook Paulus natuurlijk. Ja. Dus dat is natuurlijk het punt. Dus dat Paulus schrijft, we zullen uiteindelijk ook engelen oordelen. Ja, precies. Mozes die wordt door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. En wat doet Zippora? We zijn bij de vierde vraag. Nou, wat Zippora, ik zou bijna zeggen wat ze... het mooie van Zippora vind ik, zij komt niet uit Egypte. Nee. Zij komt uit Midian. En in die tijd hadden ze nog geen vakantievluchten en weet ik al wat. Dus dat was gewoon echt ver weg. Dat was ook ver weg, want Mozes was daar veilig. Je moet heel Sinaï-woestijn door en dan ben je bij het Arabisch Schiereiland en daar ligt Midian. Precies. En wat ze doet is, Mozes gaat daar, in de opdracht van de Heer moet in Egypte... en hij neemt vrouw en kinderen mee en zonder ze klagen gaat ze mee. Ja. En dat zegt iets over haar karakter. In die zin, in mijn zin echt, ze is liefdevol, ze is volgzaam. En je ziet ook niet dat ze daar ingewikkelde verhalen over houdt. Ze doet het gewoon. Ja, dat zien we eigenlijk net zoals dat Rachel en Lea dat ook deden met Jacob. Ja. Toen ze moesten wegtrekken bij hun vader. En dat is natuurlijk ook voor ons belangrijk op het moment dat ze onze man of vrouw, onze echtgenoot, of door God echt door God geroepen wordt om iets te doen. Hoe is onze reactie daarop dan? Precies. Denken we dan alleen maar, hoe wordt mijn leven hierdoor beïnvloed? Ja. Of denk ik van, oké, ik ben ervan overtuigd dat je door God bent geroepen om iets te gaan doen. Hoe kan ik jou helpen? Ja. Het is belangrijk, dat kunnen we denk ik ook van Zippora leren. Als we niet het idee dat, als wij niet door God geroepen worden, maar onze man of vrouw door God wordt geroepen om iets belangrijks te doen voor Gods zaak, hoe kunnen wij hem of haar dan ondersteunen? Ja. En in dit geval, Mozes was natuurlijk de leider van het volk. Ja. Zou die worden, to be, was het nog niet, maar zou het worden. En dan is het belangrijk dat hij ook een vrouw heeft die in de ware God gelooft. Ja, zeker. Eens. Ja. Als we doorgaan naar de vijfde vraag. De voorvraag die we eigenlijk kunnen stellen is, wat hadden Mozes en Zippora nagelaten? We kunnen niet helemaal precies herleiden. We weten in ieder geval dat zijn jongste zoon Eliëzer niet besneden hadden. Ja. En we zien uit de opmerking zometeen dat het op basis van het initiatief van Zippora was. Ja. Zippora, en waarom dat was weten we niet, dat kunnen we niet zien. Maar even mijn fantasie erbij is, Gersom was er blijkbaar wel besneden. En misschien is hij er ziek van geworden. Of misschien vond ze het zielig. Misschien was Eliëzer wel als kind wel dusdanig klein met 8 dagen nog dat ze vond. Ah. In ieder geval, zij heeft ervoor gezorgd dat hij niet besneden werd. Ja. En Mozes heeft zijn hoofd laten hangen en is daar akkoord mee gegaan. Uiteindelijk, ja. En we weten allemaal dat het uit het verbond van Abraham komt. Dat het een plicht was om iedere jongetje op de 8e dag te besnijden. En dat gold dus ook voor de nakomelingen met Ketura. Precies zo. Voor de Midianieten, Ismaël is ook besneden. Precies, daarom. Dus dat was allemaal de kinderen van Abraham. Dus dat gold voor alle kinderen met Abraham. Het was Zippora niet onbekend wat er aan de hand was. Ja, de vraag is dus misschien is de besnijdenis in die tijd bij de Midianieten met het verloop van 400 jaar en langer is natuurlijk... dat weten we niet, hè? Is het in vergetelheid geraakt. Ja. Dat kan. Maar Mozes heeft het wel bij Gersom gedaan, maar niet bij Eliëzer. Nee. En... wat was daar nou het gevolg van? Ze gingen dus op weg naar Egypte. Ze zijn nu op reis als gezin, zeg maar. Ja. Hoe oud die kinderen waren, weten we ook niet precies. Hè? Nee, kunnen niet herleiden. We weten één ding wel. God grijpt hierin. Ja. En we gaan zo meteen uitleggen waarom dat is. En God grijpt in met een engel. En die engel is er heel helder over. Hè? Dat laten we met een opmerking lezen. Een engel verscheen hem op dreigende wijze... alsof hij hem onmiddellijk wilde vernietigen. Met andere woorden, hij stond daar met een zwaard waarschijnlijk... om hem te doden. Ja, en die was niet alleen zichtbaar voor Mozes, maar ook voor Zippora. En Zippora wist, zonder dat die engel wat zei, precies wat ze moest doen. En dat is, dacht ik, denk even ook voor je allemaal na, als je iets verkeerd gedaan hebt. En het blijft in je hoofd zitten. Op dat moment knalt het door je hoofd in. Dit is de oorzaak. Ja. En ze wist direct, dit is de oorzaak, omdat Eliëzer niet besneden is. Als ik dat herstel, is het goed. Er zijn geen lange gesprekken over, geen lange onderhandelingen over. Zippora doet het, besnijdt haar zoon, legt die voorraad dan neer aan de voeten van Mozes en zegt, hier mijn bloedbruidegom. Dat was ook een ritueel, maar dat maakt niet uit. Daarmee voldaan aan de belofte die ze had moeten doen. Ja, en ze wordt bloedbruidegom natuurlijk ook genoemd vanwege het bloedige hart van deel wat ze moest doen. Inderdaad, ze dus denk terecht opmerkt, het feit dat ze meteen wist wat ze moest doen, laat zien dat ze dus wist dat ze iets hadden nagelaten. Ja. Dat ze er niet onwetend over was. En dat is ook een belangrijke waarschuwing voor ons. Als wij weten, kennis hebben, licht hebben ontvangen van God. Ja. En niet doen wat we moeten doen. Of juist wel doen wat we niet moeten doen. Terwijl je het weet, hè? Dan prikkelt dat ons geweten. En het is het beste om meteen te handelen daarna. Ja. Wat was nou het gevaar dat erin lag als dat Mozes het niet had gedaan? Ook daar geeft de opmerking een prachtig verhaal over. De bladzijde 60 bij mij. Tijdens de zending naar Farao bevond Mozes zich in groot gevaar. Zijn leven slechts kon gespaard worden door de bescherming van heilige engelen. Ja. Nou, dat logisch, want uiteindelijk met die 10 plagen... hij wou hem iedere keer doodmaken. Hij ging gewoon naar het hof toe. Maar als hij tijdens zijn leven een hem bekende verplichting naliet... was hij niet veilig. Want dan konden Gods engelen hem niet bewaren. Precies. Nou, dat is de les die je ook net vertelt. Dus geldt voor ons denk ik ook. Als we weten wat we iets nalaten, waar kennis en bewustzijn van hebben... dan moeten we niet verwachten dat God ons dan in alles verder gaat helpen. Dan moeten we niet verbaasd zijn dat ineens dingen niet meer lukken. Dat we geen succes meer hebben. Omdat we iets bewust nalaten. Of iets bewust verkeerd doen. Precies. En het gevaar was natuurlijk ook dat Mozes zou een leidende positie krijgen. Ja. En... nou, eerder was het natuurlijk al dat waarom vluchtte hij weg? Omdat bekend werd dat hij had iemand op doodgeslagen, een Egyptenaar. En toen zeiden joh, wie ben jij? Je hebt zelf iemand ook doodgeslagen, dus wie ben jij om dan tegen mij op te komen? Als bekend zou zijn dat Mozes had nagelaten om een van de grootste verplichtingen die op het Joodse volk rustte na te laten. Liet te zien dat het volk gewijd was aan God. Dat was niet al te best voor de reputatie van Mozes. De zeggingskracht is weg. En dus ook niet voor... Die smet op dat blazoen van Mozes zou ook op God afslaan. Precies. Want welke God gaat nou zo'n ongelovige man selecteren om leider te zijn? Het zou de roeping van Mozes sterk in twijfel brengen. We zien tijdens het 40 jaar in de woestijn dat dat meerdere keren in twijfel wordt getrokken. Korach, de opstand en anderen. Dus als dit zover was gekomen, had het enorme consequenties kunnen hebben. En daarom dat God ook zo een engel laat, zo op een dreigende manier laat verschijnen, laat ook zien van hoe erg het was dat dit niet was gebeurd. En dat het nog moest gebeuren. En dat geldt ook voor ons. Als God ons laat zien dat we iets hebben nagelaten, wat we wel wisten wat we moesten doen, dan is het nooit te laat om terug te keren. Nee. Nee. Op het moment dat we denken, ik moet dit nu aanpassen, doe het meteen. Maar het mooie vind ik dit van, zij was de verantwoordelijke om Mozes er vanaf te houden, en zij als verantwoordelijke neemt de verantwoordelijkheid ook om te herstellen. Ja. En dat getuigt iets ook over haar karakter. Ja. Als we naar de zesde vraag gaan. Wat was het symbool van, waar stond de besnijdenis nou symbool voor? We kunnen het heel mooi lezen in Romeinen 2 vers 29. Maar hij is Jood die in het verborgen is. Want je kan niet iets zien of iemand besneden is. Hè? Dan kan niet iemand loopt met zijn geslachtsdelen openbaar rond. Het is een verborgene. Maar wat is ook verborgen? Dat is de besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. Hè? Dus de Joden. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ja. Dus niks mooier is dat we een besneden hart hebben. Betekent dus dat we alles wat we weten, dat wat goed is, dat we dat doen. Dat we bekeerd zijn. De besnijdenis van het hart is dat we bekeerd zijn. Dat we dus de verkeerde dingen de rug toekeren en de goede dingen gaan doen. Ja, en de besnijdenis, denk ik, staat ook symbool voor in het Oude Testament voor de wijding aan God. Mm-hmm. Het liet zien dat dit een apart volk was. Apart gezet van de rest van de wereld. Gewijd aan God om God te dienen, Gods wil te doen. Op diezelfde manier hebben wij ook nog zo'n ritueel wat wij doen. Ja. Om te laten zien dat wij aan God gewijd zijn. Ook wij sluiten een verbond nog steeds door de doop. Precies. En ook dat de doop en de besnijdenis zijn allebei uiterlijke dingen die symbool staan voor iets innerlijks. Ja, namelijk dat je gewijd bent aan God, dat je God wil dienen, dat je Gods wil doen en niet je eigen wil nemen. Ja. In Kolossenzen 2 vers 12 staat het mooi. Door de besnijdenis van Christus, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Ja, precies. Dus het is, het is er in plaats van gekomen en niet daarnaast. Dat is ook belangrijk, want de besnijdenis hoeft dus niet meer. Dat gaan we vandaag allemaal niet bestuderen, maar we weten in het Nieuwe Testament de discussie die Paulus daarover heeft, vooral met de oude rituelen, dat dat niet meer hoeft. Omdat dat verbond is afgedaan. Het verbond van Abraham, we hebben nu het verbond van Jezus Christus. En de doop is het bewijs dat we ons willen bekeren. Ja. We gaan naar de laatste vraag. Er is nog een ander ritueel dat hier in deze les relevant is. En dat zien we gesymboliseerd in de naam van Zippora. Ja. We hebben in het begin gezien, Zippora is vogeltje. Mm-hmm. En als je nu naar het ritueel van melaatstheid kijkt. We weten, melaatstheid is natuurlijk gewoon een vreselijke ziekte. Ja. Helaas is hij nog steeds lepra, is nog steeds in de wereld. Terwijl het makkelijk genezen kan worden. Maar het ging erom dat als je kon genezen zijn, maar dan moest je dat aan de priester laten zien. Ja. En de priester onderzocht je dan helemaal. Of er niks aan de hand was. Oké, dan zegt hij, nu ben je genezen, maar nu zijn we nog niet klaar. Nu kwam het ritueel. En er kwamen vogels, twee reine vogels. Waarvan één nog geslacht werd, in het water gedaan werd. En die schone, niet geslachte vogel, die werd er dan doorheen gedoopt. Door het bloed met het water. En daarna vrijgelaten. Als een vrije vogel. En pas dan was de melaatse vrij. En we weten ook, dat duurde nog 7 dagen voor die rein was. Want dat was het ritueel ook. Want stel je voor dat het terugkwam. Ja, precies. En dat is het mooie ritueel van Zippora als vogeltje in het ritueel komt bij de melaatsheid. Precies, en we zien dus aan de ene kant zien we dus het symbool van die vogel die sterft. Dus dat laat zien als melaatse ben je gedoemd om te sterven. Ja. In eenzaamheid, je moest afstand houden. Je familie. Ik geloof dat het 30 passen waren. Dus bijna 30 meter van andere mensen die niet besmet waren. Dus die 1,5 meter van corona is eigenlijk niks. Hè? Precies. Je was een outcast of society, een verstoteling. Ja. En nu werd je gereinigd. Je was door Gods genade was je van die ziekte hersteld. En dat zie je, die bevrijding die wij ook ervaren, nog steeds in de zonde. De bevrijding van de zonde. Dat zie je gesymboliseerd in het kleine vogeltje dat wordt losgelaten. Ja. Op dezelfde manier worden wij ook. Wij zijn gedoemd om te sterven. En we worden door Jezus bevrijd. En worden we ook, zijn we vrij. Om te doen wat we dan willen. En dat is namelijk Jezus gehoorzamen. Uit vrijwilligheid. En we zien ook bij Jezus, als hij een melaatse geneest, dat hij zegt, laat je aan de priester zien om ditzelfde ritueel, ook met het vogeltje daarna, toch te laten doen. Precies. Het is al met al een bijzondere les. Dus er komen verschillende dingen aan terug. Maar er is nog iets uit de voorverdere studie misschien dat we kunnen voorlezen en aanhalen. Want laat ook zien hoe al deze instrumenten niet een doel op zichzelf waren. Nee. Het verbond met Abraham en de besnijdenis daaruit was niet per se nodig. Het verbond bij de berg Sinaï was niet per se nodig. Nee. Waarom was het wel nodig? Dat lezen we eigenlijk niet voor verdere studie. Als de mens Gods wet had gehoorzaamd, zoals deze aan Adam was gegeven na de zondeval, zoals Noach deze waarnam en zoals Abraham hieraan had gehoorzaamd, was de besnijdenis niet nodig geweest. Als de nakomelingen van Abraham het verbond hadden bewaard waarvan de besnijdenis een teken was, zouden ze nooit tot afgoderij vervallen zijn of zouden ze een leven van dienstbaarheid hebben moeten leiden in Egypte. Ze zouden Gods wet voor ogen hebben gehouden en het zou niet nodig zijn geweest dat deze vanaf de Sinaï te verkondigen of deze te griffen in steen. En als het volk de beginselen van de 10 geboden in praktijk had gebracht, zou het niet nodig geweest zijn dat Mozes nadere aanwijzingen gaf. Ja. Nou, dat is een goede les van ons. Zeker. Wij kennen de 10 geboden, we kunnen ze lezen in Exodus 20. En als we die houden, hebben we alle andere ditjes en datjes niet meer nodig. En het belangrijke natuurlijk ook voor ons is, hier zien we eigenlijk nog een keer bevestigd. Als we kennis hebben over de waarheid, als we weten wat onze plicht is, dan moeten we het doen. Moet je het doen. Ja. En dat kan je niet per se uit eigen kracht, dat zou ik ook niet willen pretenderen. Want we zijn zwak, ons vlees is zwak. Paulus schrijft, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En dat klopt. Maar we kunnen alles doen door Jezus die ons in staat stelt. God geeft ons nooit een plicht die we niet door zijn kracht zouden kunnen vervullen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om dat voor ogen te houden nadat we deze les hebben bestudeerd. En ik wens ook Gods rijke zegen daarin en vooral ook de ondersteuning voor God. Om trouw te zijn aan zijn geboden. En Jezus zegt ook, als u mij lief hebt, houd aan mijn geboden. Laten we dat voor ogen houden. Gods rijke zegen gewenst en graag weer tot ziens.